Weet je waar ik vaak aan denk? Aan wat je in de tijd al zei. Dat ik, ook al zou ik geen succes hebben, toch geloofde dat hetgeen waar ik aan had gewerkt, voortgezet zou worden. Niet meteen, maar we zijn niet de enigen die geloven in dingen die waar zijn. En wat doet je persoon er dan nog toe? Wij kennen natuurlijk allemaal Van Gogh voor zijn schilderijen. We kennen hem zo goed dat op kalenders en op koekblikken en op posters, dat het ook soms lastig is om weer daardoorheen te dringen en weer te kijken naar wie die schilder ook alweer was. En die brieven zijn natuurlijk een ongelooflijk mooi raam om binnen te stappen in zijn wereld. En dan blijkt dat die verschillende aspecten die hij aanroert over die jaren, dat die werkelijk een relevantie hebben voor een kunstenaar nu. Want een kunstenaar nu staat ook voor het lege doek. Brieven zijn natuurlijk heel intiem. En ik vond het idee om een kunstenaar te benaderen voor een tentoonstelling met een brief direct een toon zetten van een soort intimiteit of een vraag die anders is dan: mag ik een werk van je tentoonstellen? En dan langzaam bouw je toch een soort van connectie op. En daarmee reflecteert het project ook het schrijven tussen de broers. Dus in feite is het een parallel schrijven. Als je leest brief 805, dan zie je dat Vincent heel mooi loskoppelt zijn eigen leven, in de context waarin hij leefde, en de betekenis ideeën. Dat ideeën misschien niet bezit zijn van ons. Niet van één individuele kunstenaar. Maar dat ideeën, die zijn er en die gaan door kunstenaars in alle tijden heen. En daarmee zijn kunstenaars ook verbonden met elkaar. Dus in die zin, de verbintenis in de tentoonstelling is niet zozeer alleen een visuele. Ik werk ook met kleur op een bepaalde manier, zoals Vincent dat deed. Maar te maken met wat zit er achter het denken, gedachtegoed van kunstenaar te zijn. En dat zegt hij ook heel, heel vroeg in zijn carrière. Heel zelfbewust tegen zijn oom, geloof ik, Moven. Van: ik ben een kunstenaar.